Terug ziet komen in social media is een voorbeeld wat ik hier van geen stijl gepakt heb. Is dat de manier waarop omgaan, de manier van organiseren, mobiliseren van mensen ook andere gevolgen heeft in het omgaan met informatie, maar uiteindelijk ook voor de besluitvorming. En je zult het maar binnen een organisatie hebben dat iemand een opinierend weblog heeft en de directie roept iets en iemand met een opinieweblog die gaat iedereen stimuleren om daar vooral tegen te zijn. Je krijgt een soort mediocratie binnen organisaties, die als organisatie wel heel goed aan banden leggen is niet het juiste woord, want je wil dat wel vrij en open laten zijn, maar je moet dat wel goed kunnen, daar goed mee om kunnen gaan en op een goede manier ook op kunnen reageren en weten dat daar dus daadwerkelijk een hele bewuste, hele actie kan zijn. Dat de meningen daarover zijn verdeeld. En ik zou zelf zeggen dat dat zeker een risico is. Dat is nog niet zozeer vanuit het verbeteren van de productiviteit, maar meer vanuit het creëren van loyaliteit en creëren van betrokkenheid van medewerkers bij je organisatie. Ik denk dat vooral de jonge, hoogopgeleide medewerkers die je bij je organisatie naar binnen wil halen, wellicht extra gemotiveerd zijn op het moment dat ze op een vrije manier met kennis om kunnen gaan en op een vrije manier ook kunnen profiteren van de kennis die verder binnen de organisatie aanwezig zijn. Het zit hem vooral eigenlijk in het binnenhalen van de juiste werknemers en de goede kwalitatieve hoogstaande werknemers. Nou ja, ik denk dat productiviteit 3 fasen heeft. Ten eerste is het ervoor te zorgen dat die mensen productief worden voor jouw organisatie door ze binnen te halen. Ik denk dat ze productief kunnen zijn op het moment dat ze binnen je organisatie zijn door op een effectieve manier met kennis om te gaan. En als derde denk ik dat ze nog productief kunnen zijn op mensen die je organisatie verlaten hebben doordat ze kennis op een toegankelijke manier achtergelaten hebben.